die in het Haagse zich eigenlijk helemaal thuis woont, woont zelf in Rotterdam. Staat op plaats 7. 6. Ja, de verkoop en productie van softdrugs moeten we legaliseren. Ik ga eerst even hier naar kijken, naar de zaal. Welke partij heeft dat in het programma staan? De SP. Misschien ook de Partij van de Arbeid. Misschien GroenLinks, maar je gokt maar wat volgens mij. In ieder geval is het de SP, je denkt de VVD, maar de SP heeft het letterlijk in het programma. Dat de basisbeurs kan worden afgeschaft en vervangen door een sociaal leenstelsel. Waarbij ik dan maar denk dat je weinig rente betaalt. De VVD, Partij van de Arbeid, D66, twijfel nog of zwaaien naar mij? Ja, absoluut. Op termijn? Ja. Op termijn, GroenLinks staat ook in het programma, maar het staat in ieder geval letterlijk zo in het programma van D66. Mensen die echt gevlucht zijn, die in de eerste 5 jaar dat ze hier zijn, in de bijstand geraken, die moet gewoon weg. Welke partij zegt dat? De VVD, zegt Jaap. Jaap van der Beukel was wethouder van het CDA in een grijze verleden. En het is uw partij, meneer van der Beukel, die dit in het programma heeft staan. Kijk eens aan, zegt. Ik weet niet wat het betekent, maar is doorberekening in de prijs van het kaartje, zegt. ChristenUnie, nog meer partijen, zou ik niet het kunnen vinden. Het is een goed plan, zegt Jaap van der Beukel. Nou, maar het is van de ChristenUnie inderdaad. Dat zeg je, 66, vinden meer partijen dat? Wij willen een optrek tot de 18 en boven de 70 ook aanschaffen. Boven de 70 hoef je ook niet meer. Wij hebben een subsidie op wonen. Wij pompen daar jaarlijks meer dan 11 miljard euro in. En wat is het effect? Hogere huizenprijzen, onbetaalbare woningen voor starters, een straf op verhuizen. U betaalt veel belasting als u gaat verhuizen. En burgers die zichzelf dan ook de oren in de schulden steken, voor de meeste. Waar het natuurlijk om gaat in de stelling is van willen we nou van de hypotheekrente aftrek af of niet. En dat heeft Carola voortreffelijk verwoord en dan kun je nog in de details kijken hoe het dan precies moet. Maar het gaat ook op een hele fatsoenlijke, hele woningmarkt dan in één keer. Dus zowel de huren als de koopmarkt. En doe het op een hele geleidelijke manier. Geen cold turkey afkicken, maar gewoon geleidelijk in 30 jaar vraag bouwen aan jou. Aan de VVD, is van zit hier nu niet gewoon achter dat jullie eigenlijk vinden dat de belasting voor de hogere inkomens voor de rijken in het land al te hoog is en dat je daarom zegt, hier moeten we afblijven? Ja. Dat is een gewenste vraag. De antwoord is ook aan. Oké, dankjewel. Pet Hoppers. Is de stelling over hypotheekrente natuurlijk eenvoudig. De hypotheekrenteaftrek staat bij ons als een huis. En Mark Rutte heeft laatst gezegd nog, als er niet anders stond, dan zouden we hem alsnog uitgevonden kunnen hebben. En daarmee kan ik me er eigenlijk van afmaken, is het niet zo dat mijn waarde opponenten het een en ander inbrengen. En wat zij toch weer zeggen is, de sterkste schouders moeten toch de zwaarste lasten dragen. En is het niet zo, dat is het variant van wat u net zegt, dat de mensen in een huis boven de zoveel ton meer hypotheekrente aftrek hebben dan een bijstandsmoeder krijgt. En dan zeg ik, dat klopt. Hoe dat dan moet met die mensen die graag een huis willen, maar dat niet kunnen betalen. U begint over de wereldeconomie, dat vind ik fantastisch. Ik vind het ook geweldig als bijstandsmoeders werk krijgen. Maar daarmee hebben ze nog geen huis gekocht. En ik constateer dat u daar gewoon geen antwoord op geeft. Daarmee constateer ik dat de VVD het zelf eigenlijk ook maar niet zo'n heel goed plan vindt, maar dat ze nu eenmaal die slogan hebben bedacht. Dames en heren, u heeft het gehoord, de huizenmarkt in Nederland functioneert voor geen meter. Je moet 5 tot 7 jaar wachten voordat je een fatsoenlijk huurhuis krijgt in een beetje een stad in Nederland. En het 11 miljard euro naar de hypotheekrenteaftrek gaat, om een vergelijking te geven, 2 miljard gaat naar de huurtoeslag. Dus kijk maar hoe krom die verhoudingen zijn. En als je ook nog eens bedenkt dat de helft van die 11 miljard naar de 20% rijkste mensen in Nederland gaat. Wij zeggen van we gaan ook niet de hypotheekrenteaftrek helemaal afschaffen. We willen het juist garanderen voor iedereen. Over de eerste 350.000 euro heeft iedereen in Nederland straks, als het aan de SP ligt, rijk en arm recht. Wel, de CDA is ook voorstander van de handhaving van de hypotheekrenteaftrek. En ik heb daar 2 argumenten voor, een principieel en een praktisch argument. Het principiële is dat wij ervoor hebben gekozen in het land om vermogensopbouw, eigen woningbezit te stimuleren langs de weg van hypotheekrenteaftrek. Net zo goed als de sociale kant van de markt, niet alleen via huurtoeslag, maar ook via bijvoorbeeld sociale woningbouw faciliteren en op die manier beter bereikbaar. Dames en heren, de VVD en het CDA lijken een beetje in de wereld te leven dat die huizenmarkt zo fantastisch doet op dit moment.
dat het allemaal zo mooi geregeld is. Het omgekeerde is natuurlijk waar, een aantal collega's zei het al. De huurmarkt is een loterij. Als je mazzel hebt kun je heel lang heel goedkoop in een woning blijven zitten. En als je pech hebt dan moet je meteen een heel veel te dure koopwoning gaan zoeken. In de koopmarkt subsidiëren we vooral het hebben van de schuld. Rotterdam. Daar zijn mensen die in hun studententijd in een best wel een mooi appartement gaan wonen voor een relatief lage prijs, want het is sociale woning. Die gaan op een gegeven moment afstuderen, die krijgen een ontzettend goede baan. En die vinden die appartement nog steeds fantastisch om daarin te wonen, die blijven daar zitten. Maar dat is gevolg dat de mensen die dan op dat moment echt een sociale woning nodig hebben, niet meer aan de loterij. Eenmaal binnen ga je nooit meer weg, want je bent het dief van je eigen portemonnee. Net zo goed als je nu in dit stelsel een dief van je portemonnee bent, als je niet maximaal je hypotheek afsluit en om vooral 30 jaar niet te doen. Ik zie de stelling ook zodanig als het gaat over de ambtenaren. Namelijk dat er minder ambtenaren bij de overheid moeten werken, dat er minder vet bij de overheid komt te staan, namelijk als het bezuinigd moet worden. Dat de overheid ook als allereerst naar zichzelf kijkt. Ja, dankjewel. Trouwens wel een aparte redenering. Dat je eerst zegt, we gaan kijken naar de taken van de overheid en wat moet er wel en niet gedaan worden. En dan als criterium bij de sociaal-culturele eenheid van provincies uitkomt. Maar goed, ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Wij als CDA vinden dat de overheid een stuk kleiner, effectiever en klantvriendelijker kan. Ja, ik zie wel dat er een bepaalde manier is toch, dat we niet zo heel erg ver van elkaar afstaan, maar toch wel dicht bij elkaar. Alleen CDA wil de provincie niet afschaffen. SP wel. Wij zeggen in feite van zorgen ervoor dat de regio's veel meer dichter bij de mensen komen te staan. Dus geen provincies, maar... GroenLinks vindt dat er ook wat moet gebeuren in bestuurlijk Nederland. Kijk niet alleen naar de provincie, maar naar het landelijk bestuur, naar het provinciaal bestuur en naar de gemeente in die samenhang. Dat betekent voor de natuur, voor de ruimtelijke ordening, voor wegen en voor openbaar vervoer. Daar zijn de provincies voor, daar moeten ze zich op richten. Je hebt de andere taken die moet je aan gemeentes laten. En als het grote taken zijn... Volgens mij zijn we twee discussies aan het verwarren. Mensen zeggen van het is onduidelijk wat de provincie doet, dus schaf de provincie maar af. Ja, dat vind ik een beetje een rare redenering. Ga even duidelijk maken waar de provincie mee bezig is. Geef ze inderdaad specifieke taken. Dat loopt nu af en toe wel te veel door elkaar wat de provincie en gemeente doen. Maar als je die provincies gaat afschaffen, ik garandeer u, dan krijgen we straks weer allerlei regioverbanden omdat bepaalde zaken toch weer op een soort overkoepelend niveau geregeld worden. Daar liggen 8 grenzen tussen. Van de provinciegrens tot de gemeentegrens tot allerlei samenwerkingsverbanden. Ook D66 wil daarin bieden en wij beginnen bij de gemeente. De gemeente is voor ons de kern waar ons bestuurlijk stelsel op gebouwd is. Dus wij willen grotere gemeenten die ook de slagkracht en de kennis hebben om heel veel regelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat kan prima op gemeenteniveau. Minder regels vooral. En wat we zeggen, de Randstad, dat kan best 1 provincie worden. En een belangrijk uitgangspunt is ook dat we zeggen dat er nooit meer dan 2 bestuurslagen met 1 beslissing te maken moeten hebben. Want anders dan wordt het een rotje toe. Wat op dit moment veel vergeten wordt in overheidsland, is om na te denken over de exit. De vraag is van hoe kan je nou zeggen dat je dichter bij de burger wil zijn als je de gemeente groter maakt en dus de afstand ook vergroot? Ja, ik begin even met de tweede dan als ik mag. Daar ben ik het namelijk op zich mee eens. Het enige is dat wij nog steeds zeggen, maak die grenzen meer gelijk. Dan hou je nog steeds provincies over die ook in internationaal verband relatief klein zijn als het om regio's gaat. En voeg die dan her en der samen in nieuwe landsdelen. En volgens mij bijvoorbeeld Noord- en Zuid-Holland is ook nog weer niet zo diep in de historie verankerd. Efficiënter zijn. Dat zie je nu ook al in de grote steden, in Amsterdam, Rotterdam. Wat gebeurt er als een bestuur te ver van mensen afkomt staan? Dan ontstaan er weer tussenlagen. We krijgen de deelraden. Dus uiteindelijk gaan mensen toch weer vanzelf zoeken naar... grotes die ze kunnen overzien en waar ze ook een gevoel bij hebben, waar ze zich echt zeggen, ja, dat is mijn wijk, mijn omgeving of mijn gemeente in ieder geval.